Ja, en ik wilde dit jaar positief beginnen. Ik hou van reisprogramma's op tv. Of het nou Floortje is, of Chris, of Erika Terpstra... die door Ethiopië loopt te shocken, of Tom Waas, of Michael Palin... of voor mijn part de mooie meisjes en jongens van Drie op Reis. Ik kijk graag. Je hebt bij het maken van een reisprogramma twee opties. Laten we China als voorbeeld nemen. Optie 1 is, je stuurt een bereisd iemand... of een kenner van het land, een echte specialist. Bijvoorbeeld Ruben Terlouw in het geweldige... langs de oevers van de Yangtze... of door het hart van China. Ik reis met mijn camera door het hart van China, van noord naar zuid. En op mijn reis probeer ik erachter te komen hoe het is om te leven en te werken in het China van nu. En optie 2 is, je stuurt een totale no-no. Iemand die absoluut niets weet van het land en zich blijkbaar ook 0,0 heeft voorbereid. Wat wist je eigenlijk van China, Frans, voordat je daarheen ging? Niet heel veel eigenlijk. Ja, gewoon de standaard dingen eigenlijk. Gewoon ja, bij ons de Chinese muur op dorp. De bami, mihoen, en dat was eigenlijk wel. Nou ja, 0,0. De sympathieke Frans Bauer weet wel alles van restaurant... de Chinese muur in Feyenaard in Brabant... en dan vooral de bami en de mihoen. Meer hoeft toch niet? Optie 1 is, de maker spreekt de taal van het land vloeiend... om zo beter in contact te komen met de bevolking. Dit ging over boetes die je krijgt als je door een rood voetgangerslicht loopt daar. Optie 2 is, nou ja, zeg het maar Frans. I like the pang 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 pang. Pang 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 pang. Ik weet niks. A lot of pang 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 pang. I like this one. A lot of pang pang. Ja, mocht u het niet begrijpen, Frans. Aan mijn eigen leven. Het was zo'n gevoelige periode. Dat ik ook het gevoel heb dat ik een beetje in China groot ben geworden. Nou, maar optie 2 doet daar niet veel voor onder, hoor. Natuurlijk, als je dan ga je natuurlijk ook vlakken daar leren kennen ook, hè? Ja. Jazeker, en welk diep menselijke en interpersoonlijke vlakken waren dat, Frans? Aan mezelf omheen gemaakt. Wel benieuwd wat hij dan wel had van de rijke keuken daar. En de bami was totaal anders. Loempia's hadden ze niet. Loempia's hadden ze niet. Pindasaus niet. Pindasaus al helemaal niet. Kijk, bami, goreng en saté zijn Indonesisch. Maar fuck it, hier is het Chinees. Dus daar ook, ja. En zei ik net dat Frans zich niet had voorbereid? Nou, dat is niet helemaal waar. Dus ik dacht, laat ik mijn eigen gewoon een beetje veilig stellen. Ik neem gewoon een menukaart mee, ga aanwijzen wat ik wil. Ja. Maar de gele kaart, ik heb niks kunnen vinden. Hij had het menu meegenomen van zijn plaatselijke Chinees restaurant uit Brabant. Voordat je iets anders denkt, optie 1 acht ik niet hoger of per se beter dan optie 2. Ik hou van Frans, iedereen houdt van Frans. En hij kan door zijn vrolijke Alice in Wonderland kijk... door nul voorkennis misschien wel beter het bijzondere blootleggen. Maar sorry hoor, ik hoop wel dat... Kijken. Maar dan kom je daar en dan is het toch totaal anders dan dat ik had verwacht. Ik heb enorm veel geknuffeld daarmee met al die Chinezen. Nou goed, ik ga sowieso kijken en gelukkig heeft Frans geen minderwaardigheidscomplex. Ik bedoel, 3 weken China en... De Chinezen, ik heb ze, vind ik, echt ontmaskerd. Het sociaal en cultureel meest ingewikkelde en ondoorzichtige land ter wereld. Maar Frans heeft ze ontmaskerd. Vanaf morgenavond 9:30 op NPO 1. Frans, emmerist naar China. En ik wil afsluiten met mijn nu al favoriete quote uit het programma. Wij kennen niks van onze eigen Chinees. Niks op de kaart dat ik herken. Mijn bami is anders. Het is niet te geloven. Heerlijk. Ik zeg pang, 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 pang.